Straks moet ik zo over straat. Kijk even hoe blauw dit is. Dit heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Je moet deze dus een beetje zo schudden. Hoi, ik ben Demi en ik help ondernemers met het creëren van creatieve videocontent op social media. Ik heb weer een aantal nieuwe producten bij Luxe Plus besteld. En in deze Luxe Plus unboxing haul video laat ik je zien welke producten mijn favoriet zijn. En welke producten ik heb besteld voor de zomer. Ik heb hier al eerder een video over gemaakt. Vooral over mijn ervaring met bestellen op Luxe Plus. En hoe het werkt. Dus als je daar benieuwd naar bent, check dan even de video die hierboven verschijnt. En dan leer je alles over hoe Luxe Plus dus werkt. En hoe je daar dus snel, veilig en betrouwbaar kan bestellen. Goed, we gaan het pakketje openmaken. Ik had vorige keer ook een unboxing video gemaakt van Luxe Plus. En toen moest ik toch echt de schaar hebben. Dus ik dacht, laat ik het nu maar gelijk paraat houden. Zo, dat ging echt een stuk sneller dan de vorige keer. Ik ben altijd bang dat ik dan bijvoorbeeld door zo'n product heen steek of zo. Of zeg maar nu tegen mezelf aan. Ik ben van nature namelijk een beetje onhandig af en toe. Maar ja, dat houdt het leven ook spannend, dus... Ik ga hem even zo houden. Oké. Ja, zelfs ik ben blij verrast. Want ja, ik bestel dit een aantal dagen geleden. En dan ben ik daarna eigenlijk al gelijk vergeten wat ik precies heb besteld. Maar ik heb hier dus allerlei verschillende cosmetica producten. Maar ook wat andere dingetjes. En ik ga als eerste beginnen bij een van mijn favorieten. En dat is het sponsje van Real Techniques. Deze heet de Miracle Complexion Spons. Ja, en voor iedereen die deze sponsjes gebruikt, of het nou een beauty blender is, of deze Miracle Complexion Spons, maakt allemaal niet uit. Maar die sponsjes moet je eens in de zoveel tijd vervangen. Je kan ze wel iedere keer wassen of in de wasmachine doen. Daar heb ik ook nog een filmpje over. Maar op een gegeven moment moet je ze gewoon vervangen. Dus dit is een nieuwe en ik ben er echt ontzettend blij mee. En ja, die ga ik ongetwijfeld superveel gebruiken. Goed, we gaan verder met mijn favorieten. En dit is eentje die je in de vorige unboxing video van Luxe Plus ook al hebt gezien. En dat is de cognac spons. Dat sponsje, daar kan je dus je face wash op doen. Ja, je kan ook je shampoo op doen, maar ik gebruik het voor mijn gezicht. En dat is een 100% bio-afbreekbare spons. Heel zacht voor alle huidtypes. En ik gebruik dit vrijwel elke dag met mijn cleanser. En dat het zo lekker gaat schuimen. En ik heb het idee dat mijn gezicht daar echt heel veel schoner van wordt. En omdat ik het dus vaak gebruik, wilde mijn vriend het ook hebben. Dus deze heb ik besteld voor mijn vriend. We gaan door naar de andere favorieten. Even kijken. Ja, dat is deze. Oh, ik dacht wel dat die groot zou zijn. Normaal gesproken zijn die Head & Shoulders toch groter? Nou, anyway, ik heb dus een Head & Shoulders shampoo besteld. Zoals jullie misschien wel weten uit mijn vorige video heb ik een hele gevoelige hoofdhuid. En ik heb vorige keer de neutraal shampoo gebruikt en daar was ik ook tevreden over. Maar ik dacht, laat ik nu gewoon een keer Head & Shoulders proberen. Dus dit is de Head & Shoulders 2-in-1 Classic Clean voor normal hair. Even ruiken. Oh ja, die ruikt gewoon heel lekker. Dus ik ben benieuwd. Want ik krijg af en toe vaak van een beetje jeukende hoofdhuid. En ik was mijn haar echt niet heel vaak. Dus ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Maar ik hoop dat het hiermee dus overgaat. Goed. Nu heb ik eigenlijk allemaal producten die ik nog niet heb gebruikt. Die ik nieuw heb. En ja, ik ga jullie even laten zien wat dat is. Wat ik al zei, de zomer komt eraan. En wie wil ze nou niet een lekker bruin kleurtje? Ik heb dus de Fast Tanning Mousse van St. Moritz, als ik dat goed uitspreek, besteld. En dat is de Fast Tan 16 Minute Tan. Dus er staat op, als je 1 uur erop houdt, dan heb je dus een light. 2 uur wordt hij donkerder en bij 3 uur is hij dus het donkerst. En staat op dat hij geen strepen achterlaat. En dat hij dus snel bruin wordt. Nou, dat wilt iedereen. En ik heb deze dus voor mijn vriend besteld. Mijn vriend ging altijd naar een zonnebank. En ik heb echt een hekel aan de zonnebank. Zonnebank is echt heel slecht voor je. Het lijkt me echt wel lekker, hè? Ik heb er wel eens over nagedacht om te gaan. Maar het is gewoon niet goed voor je. En ja, ik heb hem verteld. Goh,
Als jij nu gewoon aan deze bruiningscremes begint, dan ben je ook lekker bruin. Moet je je natuurlijk nog wel insmeren, maar dan moet onder de zonnebank ook. Maar dan ga je in ieder geval niet meer onder die schadelijke straling van de zonnebank. En het is me gelukt, hij is overtuigd. Dus we gaan deze proberen en ik hoop dat hij net zo goed is als de vorige False Tense tanning mousse dingen die ik heb gebruikt. Kijk of hij een geurtje heeft. Oeh, ik was bang dat hij echt in mijn gezicht zou gaan. Nou, ik ruik op dit moment nog niet zoveel. Wacht, misschien doe ik een beetje om mijn hand gewoon. Oeh. Hij ruikt wel lekker. Maar kan hij zo goed plaatsen? Een beetje lycée-achtig of zo lijkt hij. Maar nu moet ik het er snel afhalen, want anders heb ik een bruine vlek op mijn hand. Help! Snel! Oké, dat hij te snel bruin wordt, daar is dus niks over gelogen. Moeten jullie kijken naar mijn hand? Zak, moet ik zo over straat? Oh god. Volgende keer denk ik beter na als ik producten voor ga testen voor jullie. Oké, nog 3 producten te gaan. Eigenlijk 4, maar 2 zijn hetzelfde. En dat is deze. En dat is de Simple Dual Effect Eye Makeup Remover Limited Edition. Even kijken, zo ziet hij eruit. En ik hou echt van een product van Simple. Ja, ik wil niet meer producten gebruiken met parfum en allerlei dingen erin waardoor mijn huid uitdroogt of wat dan ook. En hier ben ik heel benieuwd naar. Ik had al eerder een soort van make-up remover gekocht van Simple en daar was ik ook tevreden over. En deze heeft dus olie en water op elkaar. Dus dat betekent dat hij dus ook waterproof make-up eraf haalt. En mijn make-up is eigenlijk 90% van de tijd waterproof. Dus ik ben echt heel benieuwd naar deze. Mijne waren ook op, dus ik denk dat ik deze ontzettend veel ga gebruiken. Als één na laatste product heb ik de Serie Expert Silver Shampoo van L'Oréal Paris Professional. En dat is de 300 ml heb ik. En dat is voor als je je haar hebt gekleurd. Ik heb laatst highlights in mijn haar laten zetten waardoor het een stuk blonder is geworden. En dan moet je eens in de zoveel tijd een zilver shampoo gebruiken. Omdat het anders soms echt te geel kan worden. En niemand wil eruit zien als een kanarie. Dus vandaar, ik dacht ik moet er ook aan geloven. Oké, dit is echt zo blauw. Oh god, dus dan heb ik straks en een bruine vlek op mijn hand en een blauwe vlek. Maar dit moeten jullie even zien. Kijk even hoe blauw dit is. Dit heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Dit is toch niet normaal? Dit is gewoon verf. Ik ben eerlijk gezegd wel een klein beetje bang om dit in mijn haar te proberen. Maar misschien dat ik daar wel een video over maak dan. Als jullie daar een video over willen, laat hem eventjes weten, oké? Goed, nou die bruine vlek zit er nog steeds een beetje op. Maar ik ga nu het laatste product aan jullie laten zien. En dit is een product dat ik eigenlijk al heel lang wilde hebben. En ik het eigenlijk te duur vond in de winkel. Omdat ik natuurlijk nog nooit heb uitgeprobeerd. Dus dan ga je, ja, is het gewoon soms een beetje zo'n risico om het dan voor de volle prijs te proberen. En nu heb ik hem eindelijk besteld. En dat flesje alleen al is... Wow, gewoon, dit is instant glitter. Maar wat ik heb besteld is deze. En dit is de Nuxe Paris... Hoel prodigieuze or. Ik geloof dat het Frans is, maar dat voor mij klonk helemaal nergens naar. Maar dit is in ieder geval olie. Voor, ja. Oh wacht, het staat er wel in Engels op. Multipurpose dry oil, face, body en hair. Nou, ik ga dit echt niet in mijn haar smeren. Maar, je moet deze dus een beetje zo schudden. En dan draai dit er dus af. En wacht. Ik ga gewoon even mijn hand proberen. Dan doe je dus zo. Ja. En dan wrijf je het dus zo uit. En daar zitten allemaal kleine glittertjes in. En geeft ook een klein beetje dat bronzing effect. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Maar het is echt heel subtiel. Ik denk niet dat je dit op de camera kan zien. Oh, maar het ruikt lekker. Woehoehoe.
Deze ga ik sowieso meenemen op vakantie. Goed, nog eventjes kort over het bestelproces. Ik heb dit pakketje afgelopen zaterdag besteld en ik had het deze dinsdag in huis. Dat betekent dat het eigenlijk binnen één werkdag binnen was. Want op zondag verwerken ze natuurlijk geen orders. En ik heb eigenlijk al heel vaak bij Luxplus besteld en ik heb nog nooit een negatieve ervaring of wat dan ook gehad. Dus ja, ik ben gewoon heel tevreden geweest over het bestellen bij Luxplus. En ook de producten die ik ontvang, het zijn echt allemaal één voor één goede producten. Ja, en voor die prijs moet je het zeker weten gewoon een keertje proberen. Goed, dit was mijn Luxplus unboxing haul video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je nog meer video's wilt zien over ondernemen, beauty en nog heel veel andere dingen waarmee ik jou ga verrassen. En dan zie ik je de volgende keer. Doeg!